Welkom in de les Rekenen met datums. Nou, laten we eens beginnen met de invoeren van een datum. Als ik een datum in een veldje wil invoeren, kan ik dat heel gemakkelijk doen door op Ctrl dubbele punt te klikken. In dat geval vult hij automatisch de dag van vandaag in. U ziet dus dat op het moment dat ik dit filmpje heb gemaakt, was het 29 juli 2011. Dat kan ik ook met de tijd, alleen bij de tijd is het Ctrl Shift dubbele punt. Ctrl Shift dubbele punt. En dan zet hij de tijd van dit moment erin. En in mijn geval is dat 14 uur 26. Laten we nog eens iets nader gaan kijken naar die datum en die tijd. Ik ga eens even het formaat van de cel veranderen. Dat doe ik bij de cel-eigenschappen. Dan ga ik naar het getal en dan zie ik staan dat daar een datumweergave is. Eerst de dag, daarna de maand en dan het jaartal in twee getallen weergegeven. Als ik nou ga naar standaard, laten we eens getal pakken, met 0 decimalen, dan zie ik dat de datum daadwerkelijk eigenlijk een getal is. Dus Excel onthoudt geen datum, Excel onthoudt een getal. Nou, waar staat een getal nou voor? Om dat te begrijpen ga ik eens even het getal 1 invoeren. Dat getal 1 ga ik omzetten naar een datum. En wat zie ik? Dat is 1 januari van het jaar 1900. Dat zie ik hier in de formulebalk staan. Dus Excel rekent eigenlijk pas vanaf het jaar 1900. En hij ziet het getal 0. Dat is de dag 0 van de eerste maand van 1900. Dat is een beetje raar natuurlijk. Dag 0 bestaat niet. Maar het zou moeten zijn om 12 uur 's nachts op oud jaar van 1899. Dat is het getal 0. Dus, samengevat, een datum is eigenlijk geen datum, een datum is een getal. Ik verwijder dit celletje weer even en ik ga even kijken naar de tijd. Dan doe ik weer de cel-eigenschappen en ik ga hem eens even omzetten naar een getal van 5 decimalen. Wat zie ik nou hier zo? Hier zie ik een getal staan wat kleiner is als 1. 1 zou zijn volgens de datum 1 januari 1900... 0,06 betekent dus eigenlijk op 1 januari 1900 op 0,6, dus zeg maar grofweg 60% van de dag. Dus tijd onthoudt hij ook van een dag, alleen dat zet hij achter de komma. Want het getal 1 staat eigenlijk voor 1 dag en de tijd is altijd korter als een dag, althans 24 uur is 1 dag. Dus zou ik dit nu keer 24 doen? Wel even een istekentje voorzetten. Dan zie ik dat ik 14 uur en nou zeg maar 45% van een uur daarin heb staan. Nou ga ik weer even terug naar de oorspronkelijke tijdweergave. Dan klopt dat ook, want het was 14 uur en bijna de helft. Dus op zich klopt dat ook. Dus ook de tijd is een getal. Nou, allemaal best moeilijk, hoef je ook je eigen niet te veel van aan te trekken. Alleen je moet wel beseffen dat de tijd een getal is en de datum een getal is. Ik zal deze weer even terugzetten op de datum. Huppatee, en daar staat hij weer. Ga ik nou rekenen met datum en tijden, moet ik beseffen dat dit alleen maar de tijd is en dat de datum daar dus niet in verwerkt zit. Dus dit getal was namelijk kleiner dan 1, dus dit is eigenlijk de tijd van 1 januari 1900. Tel ik deze tijd bij deze op, dan zou het gaan over 29 juli om 2:30, grofweg. Maar dan moet ik ze echt bij elkaar optellen. Dat moet je goed begrijpen. Oké, zover invoeren. We gaan eens een beetje spelen met optellen en aftrekken. Ik heb hier een startdatum en hier een einddatum. Als ik ga optellen en aftrekken, moet ik altijd eerst het grootste getal pakken natuurlijk. Dus de einddatum min de startdatum, dan krijg ik de duur van het aantal dagen tussen deze twee datums. Nou, dat kan ik ook andersom moeten doen. Ik heb een startdatum en ik heb een duur. Nou, dan zeg ik gewoon is de startdatum plus het aantal dagen en dan krijg ik netjes de einddatum. In zicht. Nou, gezien het feit dat wij weten het getal 1 een dag is,
Dan telt hij ook netjes 12 dagen bij 31 op. En dan komt hij ook netjes met 13 januari. Omdat wij nu begrijpen dat een datum een getal is, snap je ook veel beter hoe hij rekent. Nou, dan gaan we even rekenen met de tijd. Dat is hetzelfde verhaal weer. Is de eindtijd min de begintijd. En dan krijg ik de tijd te zien, de duur tussen deze twee tijden. Dat is 7,5 uur. Dat kan ik ook met deze doen. Deze is de eindtijd min de begintijd. En dan krijg ik 6 uur te staan. Dat klopt wel als ik alleen naar de tijden kijk. Maar dat klopt natuurlijk niet als ik naar de datums erbij kijk. Want er zit 2 dagen verschil in en hij laat die dagen niet zien. Als ik dat nou wel netjes wil laten zien, dan ga ik weer naar de celeigenschappen, naar de tijd. En dan kies ik voor deze weergave. En nu zie ik netjes staan dat het 54 uur betreft. Alleen hier zie ik wel 54 uur staan, maar met de minuten 0 en de seconde 0. Nou, die minuten kunnen nog wel interessant zijn, maar die seconden vind ik al zeker niet interessant. Dus wil ik dat aanpassen, klik op mijn rechtse muisknop, celeigenschappen. Ik zou normaal bij tijd kunnen kiezen, maar ik ga nu eens naar de aangepaste vorm. Zie ik hier ook staan dat hij de uren invult, de minuten, en die uren staan tussen haakjes, omdat hij dus niet tot en met 24 telt, maar hij telt door. Dus hij zet ook de uren van de dagen erin. Maar ik haal gewoon de seconde hier weg. Ik klik op enter. En dan zie ik netjes zonder seconde de weergave. We gaan verder. Je kan ook met een formule de weekdag bepalen. Dus ik wil, dit is de datum 1 januari 2011. En ik zou eigenlijk willen weten op welke dag dat valt. Nou, dat tik ik in. Is weekdag van deze datum, haakje sluiten en enter. Ik zie dus dat het de 7e dag van de week is. Nou, de 7e dag van de week, dat is op een zaterdag. Maar ja, dit is nou niet, eigenlijk niet hetgene wat ik had verwacht. Ik had hier eigenlijk zaterdag willen zien staan. Nou, dat kan ik zelf ook bepalen. Dat doe ik weer bij de celeigenschappen. Dan ga ik naar aangepast. Want ik wil eens zelf de weergave definiëren. En dan tik ik hier in DD. Nou, zie ik DD staan, dan zie ik hierboven wat dat voor effect heeft als ik dat doe, als aangepast. Dus ik heb gezegd, geef de dagen weer in 2 tekens eigenlijk. Nou, dan doet hij dat als 07. Dat wil ik niet. Dus ik doe er nog eens een keer een D'tje bij. Dan pakt hij de afkorting van zaterdag. Maar ik vind het nog netter met nog een D'tje erbij. Dan laat hij het complete woord zaterdag zien. Klik nu OK. En laat hij dus zien dat de weekdag een zaterdag is. Ga ik weer even testen nu door op Ctrl dubbele punt in de datum te klikken. Dat was de datum van vandaag. Dan zie ik dat het vandaag vrijdag is. En dat klopt ook. Zo kan ik ook het weeknummer van een dag opvragen. Dus ik wil bijvoorbeeld het hebben, het weeknummer van deze ingevoerde dag. En dan zie ik staan weeknummer 1. Op zich logisch, want het is 1 januari. Maar zou ik ook nu weer even testen met de datum van vandaag, dan zie ik dat het nu week 31 is. Nou, vaak gebruiken we Excel-sheets voor ons werk. Nou hebben we in Nederland geen 7-daagse werkweek, gelukkig maar. In de meeste gevallen is dat een 5-daagse werkweek. Dus als ik ga rekenen met datums, vind ik het ook wel prettig om te weten hoeveel werkdagen dat betreft. Nou, ik heb hier even als ezelsbruggetje bijgezet netto werkdagen. Dat is namelijk de formule die we daarvoor gaan gebruiken. Dus ik vul in is netto werkdagen. Dan vraagt hij de begindatum. Dan vraagt hij de einddatum. En ik sluit de functie af. Ik zie dat er 42 werkdagen zitten in deze periode. Maar u had wel gezien toen ik hiermee bezig was dat ik eigenlijk nog de vakantiedagen moest invullen. Dat ga ik dus nu nog even doen. Het betreft hier de werkdagen van docenten. Die hebben last van een voorjaarsvakantie. Daar heb ik hier een tabelletje voor. Dus ik selecteer hier dit tabelletje. Dan zie ik in één keer dat het geen 42 meer is, maar 37. Zij hebben namelijk 1 week vakantie. Dus 5 dagen minder werkdagen. U ziet in de tabel staan meer dan 5 dagen vermeld. Dat komt omdat ook de weekend staat vermeld in de voorjaarsvakantie. Maar ja, gezien het werkdagen betreft en wij in het weekend niet hoeven te werken, houdt hij daar rekening mee.
Nou, dan kan ik ook zijn dat ik wil optellen met werkdagen. Bijvoorbeeld, er is een project dat start op 1 januari 2011. De duur van het project mag maar 50 werkdagen zijn. Nou, stel, zou ik nou gewoon zeggen, deze is 1 januari plus 50. Dan telt hij gewoon 50 dagen op bij 1 januari. Maar dat wil ik niet, want dan zou ik dus ook weer in het weekend moeten werken. Nee, dus dat is wederom niet goed. Dat doe ik met de functie werkdag. Is werkdag, dan vraagt hij de begindatum, punt komma, het aantal dagen. En wederom, daar hebben we hem weer, de vakantie waar ik rekening mee moet houden. Daar vul ik dit tabelletje in en ik sluit af met een haakje sluiten. En dan zie ik dat het project af moet zijn op 18 maart 2011. Het is een erg machtige tool om te kunnen rekenen met werkdagen. Wat wel heel prettig is, dat je ergens een tabelletje gaat bijhouden waar alle vakantiedagen in vermeld staan. En wat nog mooier is natuurlijk, als we dat tabelletje ook nog even een naam geven. Vakantiedagen. Dan hoef ik alleen nog maar in mijn formule de term vakantiedagen te gebruiken. Want misschien gebruik ik die wel in veel meer formules en veel meer werkboeken. Dus dat zou een soort standaard worksheet kunnen zijn die je gebruikt. We gaan verder. Als laatste is het nog heel erg leuk om te laten zien dat je met datums ook kan valideren. Valideren, dat betekent de ingevoerde waarde controleren. Nou, dat gaan wij nou eens doen. Ik wil dat ze hier een datum invoeren, maar het moet een werkdag zijn. Dus we gaan even deze werkdagen combineren met datum invoeren. Valideren zit op het tabblad gegevens. Valideren. Nou, er staan hier allerlei mogelijkheden van validatie, die ga ik nu allemaal niet uitleggen. We houden het even bij de is weekdag. Weekdag van deze cel mag niet gelijk zijn aan een zaterdag. Laten we eens even kijken wat hij nou doet. Vandaag was het vrijdag, dat weten we nog. Dus ik tik heel even de datum van vandaag in. En dan maak ik daar een dagje meer van, een 30 van. En ik krijg netjes een foutmelding. De waarde die u heeft ingevoerd is ongeldig. Nou, dat is juist. Dus hij blijkt dat te doen. Dus dat is netjes. Alleen, ik zou het prettig vinden als er een mooiere foutmelding kwam. Dat kan ik op het tweede tabblad aangeven, hier zo. Fout. U dient een werkdag in te voeren. Nou, ik heb natuurlijk nu alleen gecontroleerd op de zaterdag. Maar eigenlijk wil ik ook op de zondag controleren. Dus ik maak er even een eindfunctie van. En niet op zaterdag, punt komma, haakje sluiten. En van die 7 maak ik een 1, want dat is de zondag, weten we. Ik vul de datum van vandaag weer even in. Dat was vrijdag. Ik maak er nu de 30ste van. Dat is zaterdag. Dat doet hij niet, dat is netjes. Dan maak ik er de 31ste van. Dat is een zondag. Dat doet hij ook niet. Ik maak er even 1, 8 van. En dat accepteert hij wel. Want dat is een normale werkdag. Oké, dit was de basis van het rekenen met datums. U ziet wel dat er heel veel mogelijk is. Neem deze les op het gemakje nog eens door en oefen er zelf eens mee.